Dag Chris, de automobielsector die wordt al lang gekenmerkt door een innovatieve drive. Ik denk aan nieuwe materialen en technologieën, minder CO2-uitstoot, de lancering van hybride en elektrische auto's. Maar op de beurs vergaat het die sector veel minder. Als we kijken, globaal gezien, staat de automobielsector vandaag op hetzelfde niveau als na de crisis van 2007. Wat zeggen de cijfers eigenlijk? Doet de sector het zo slecht of is ze gewoon ondergewaardeerd? Ja, als we vandaag kijken naar de totale automobielsector, dan zit het eigenlijk op een 6-7% van ons BBP, als ook van de werkgelegenheid. Dus toch wel een zeer significante bijdrage aan de economie. Als we dan gaan kijken naar wat de waardering inderdaad reflecteert, zitten we slechts op 2-3% van de beurswaarde, wat toch wel een enorme onderschatting is waarschijnlijk van het totale potentieel van deze sector. De wereldwijde automobielsector die hangt nauw af van de evolutie in China, een van de grote markten. Hoe zit het eigenlijk met de Europese autoconstructeurs in China? Als we kijken naar de historie, wat van de Europese producenten daar hebben kunnen realiseren, is het duidelijk dat de enorme boom die China heeft gekend, we mogen niet vergeten zijn van ongeveer een 9 miljoen wagens in 2007 naar maal 3 gegaan, naar ongeveer een 25 miljoen wagens. Dat was een enorme boost waarvan inderdaad de Europese producenten enorm hebben kunnen profiteren. Dankzij de demografische groei bijvoorbeeld, dankzij de opkomst van de middenklasse? Het is inderdaad gerelateerd aan demografische groei, maar vooral ook de verstedelijking en het beschikbare inkomen, wat natuurlijk enorm is toegenomen in China. Dit heeft toegelaten dat inderdaad de penetratie van wagens, die veel te laag was in verhouding tot de westerse wereld, enorm is toegenomen over die periode. We hebben gezien dus dat die autoverkoop sterk is gegroeid in China, maar levert dat ook voldoende marge op? Bizar genoeg inderdaad heeft het ervoor gezorgd dat de marges zeer hoog bleven in China. Waarom is het eigenlijk veroorzaakt? Ten eerste, de Europese producenten hadden eigenlijk reeds productiemateriaal beschikbaar in Europa waar de markt gesatureerd was, wat gewoon getransfereerd kon worden naar de Chinese markt. Dus dit was eigenlijk capaciteit die aan een lage kost ter beschikking werd gesteld. Ten tweede, als we kijken naar de normen die er in China gelden, waren die natuurlijk een pak lager dan in Europa, wat eigenlijk ook de vereisten qua technologie een stukje lager waren. Ten derde is het natuurlijk ook zo dat de vraag en aanbod in China niet in evenwicht was, enorm veel vraag. Dat heeft natuurlijk ook inderdaad geleid tot die interessante marges, in tegenstelling tot Europa, waar er natuurlijk een overcapaciteit was. Als we die drie punten samennemen, hebben eigenlijk de marges in China het dubbele aangenomen van de rest van de wereld. Een sterke groei dus en mooie marges, maar intussen is die Chinese automarkt ook niet meer wat ze geweest is. Sinds 2017 daalt het aantal verkochte nieuwe auto's. Hoe komt dat eigenlijk? Als we zouden kijken naar de totale markt van China, zien we inderdaad dat het autoverbruik natuurlijk nog niet op het niveau zit van de westerse wereld. Maar als we daar dieper op ingaan en we kijken naar de stedelijke gebieden, dan zien we duidelijk nog eigenlijk hier een grote saturatie, wat natuurlijk die vraagdaling heeft veroorzaakt. Het tweede punt natuurlijk ook, terwijl dat Chinezen vroeger minder milieubewust waren dan voorheen, is vandaag die bewustwording enorm toegenomen, wat toch ook wel een zware impact heeft gehad op de vraag naar auto's. Hoe kijk je naar de volgende jaren? Zit er een hernieuwde groei in voor Chinese autoconstructeurs? Laten we eerlijk zijn, de markt voor auto's in China is natuurlijk niet meer wat het geweest is. Die groei zal waarschijnlijk niet meer gaan terugkeren. Ook de multimodale mobiliteit zal zeker toenemen, zoals ook hier het geval is. Dus het zorgt ervoor dat die vraag die we gezien hebben niet meer zal terugkomen. De samenstelling van de wagens daarentegen, dat zal natuurlijk veranderen met een enorme elektrificatie tot gevolg. Ja, Chris, wat is de conclusie nu eigenlijk? Zal de automobielsector na de COVID-crisis uit het beursdal klimmen? Als we vandaag kijken, zien we dat de oude constructeurs, die vooral gebaseerd zijn op fossiele auto's, vandaag een enorme lage waardering hebben. Aan de andere kant zien we een speler als Tesla, waarbij de hype op de weg zich ook reflecteert in een hype op de beurs. Dus deze twee waarderingen zijn vandaag een beetje in spreidstand, een enorme discrepantie. Waarschijnlijk zal in de toekomst dat verschil kleiner worden, want ik verwacht ook wel dat de oude constructeurs, om ze zo te noemen, hier enorme stappen in zullen zetten om elektrificatie ook te gaan aanbieden. Chris Kippers, dankjewel voor deze toelichting. Ik zie je graag binnenkort terug. We zullen het dan eens hebben over de ecologische transitie. Graag gedaan.